Hey, ook kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Minecraft Pixelmon. En jongens, vandaag gaan wij eens even kijken wat er nog allemaal op de to-do-lijst staat. Ik denk dat wij als eerste misschien iets moeten gaan doen met een farmpje of zo. En dan misschien wat resources gaan verzamelen voor een huisje of zoiets. Ik denk dat dat wel handig is om te doen. En misschien nog wat training voor mijn meukosaurus hier en daar. En wat ik sowieso ook even denk is dat we wat bezig moeten gaan met de apricorns en zo. Er is gewoon een hele hoop wat er nog te doen moet en zo en bla bla bla. Maar wat ik eerst ga doen is ik ga even storen wat ik niet nodig heb. Al deze meuk. Hup, 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 hup. De chest is vol. Geweldig, Ronald. Zo, nog even wat extra wood verspild en helemaal niks. Goed, zo. Hup, dit en dit en dit en dit en dit er allemaal in. Oké, goed. Nou, ik had eigenlijk dat wood willen bewaren voor iets met mijn huis, maar goed. Kun je altijd alles hebben. Even kijken. Yes, we hebben nog een rode apricorn. Even kijken, plant ik nog even, want ik heb op dit moment niet echt de behoefte aan pokeballs. Dus even kijken. Oh mijn god, nee. Ga mij niet... What the fuck? Er loopt hier gewoon een wilde Cyndaquil. The fuck? Die wil ik. I want one of those. Yes. Ja, maar weet je wat ik denk ik eerst even ga doen? Is ik ga misschien nog even wat... Ja, ik wil eigenlijk het bos wel in om voor apricorns, maar ik denk dat ik toch beter eerst iets met een weed farm kan gaan doen. Cyndaquil komen we later nog wel tegen. Ja, laat ik dat gewoon eerst doen. Even kijken. 1, 2. 1, 2. Ik heb nog wel geen Wilmer Bale, daarvoor moeten we nog op zoek, maar ja, daar heb je gewoon bones voor nodig in principe. Dus daar kan ik ook gewoon Marrow Racks en zo voor killen, dus wat dat betreft. Dat is eigenlijk niet zo'n slecht idee. Laten we gewoon even een klein weed farmpje bouwen en laten we daar gewoon de desert in gaan voor wat Marrow Racks en zo, want... een Marowak die dropt bones. En die zit in een enorme desert vlak om de hoek. Dus wat dat betreft. Gaan we dat maar gewoon doen. Dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. Maar best wel cool dat er gewoon wilde Cyndaquils spawnen. Die had ik echt niet verwacht. Ik dacht dat dat meer iets van rare spawn of zo zou zijn. Maar kennelijk dus niet echt. Even kijken, haal ik nog even deze rij weg. Dat ik er kan lopen. Zie je zien. Dan hebben we straks een mooie weed farm. En er is hier gewoon een Aron gespawnd. Dit moet wel extreem heel zijn. Even kijken. F3. Forest. Die dingen horen extreem heel te spawnen. Hetzelfde geldt voor de Cyndaquils volgens mij. Tenminste, ik heb ook maar wat gelezen op de forums. Ik weet niet of het allemaal waar is. Maar ik weet mijn god niet bij tijd te wijden wat er wel waar of wat er niet waar is tegenwoordig. Ik doe gewoon maar wat. Oké, nou dat is de weed farm. Nou moet ik ondertussen nog even denk ik wat seeds gaan verzamelen. En nou, dan kunnen we eventueel wel iets gaan doen met dat memorywack gedoe. Dat levert ons training op en dat levert ons bones op voor die Wilmer Bills dat we infinite food hebben. Even kijken, is er even wat extra seeds krijgen zo. Het is vanavond Halloween dat ik dit opneem, jongens. Jullie zien het waarschijnlijk een week of twee weken daarna. Maar ik wil dit fijne gevoel even delen met jullie. En nou, ik vind het gewoon lekker om gewoon even, als ik niks te doen heb, gewoon even wat Pixelmon op te nemen en zo. Ik heb vandaag überhaupt niks te doen, dus ik hang de hele dag maar wat. En ik neem een beetje op hier en daar. En nou ja, gaat wel goed. Zo, dat is een knoepert. Dus even kijken, goed. Oh, met je carbs hier. Ik denk, ik geef echt weinig XP, dus ik ga echt niet badderen om daarom te gaan trainen, hoor. Ik heb voorlopig nog eten genoeg. Maar omdat jij zo aandrinkt, jij lelijkert. Bite. Nam. Oké, okay, kijk, ik lever weer wat vis op, hè. Omdat ze zo aandringen. Zeg, hallo, wilt u wel eens even weggaan, meneer de Magic Orb? Hup, sterven zal u. Ik beveel het. Oké, okay, goed zo. Kijk, ik lever allemaal weer visjes op. Ik heb gezegd tot erop. Oh, die is level 18. Die is wel, wel sterk. Kan ik wel een redelijk gevecht gaan worden. Eigenlijk niet, maar goed. Croconaw is een hele goede Pokémon. Dus wat dat betreft, even kijken. Oké, goed. Nou, nog wat extra vis. Dat is altijd nice, altijd lekker. Dus even kijken. En nou blijven jullie met jullie dikke hoofden van mijn farm af. Want ik ben helemaal klaar met jullie. Laten we die Golduno maar even uit zijn lijden verlossen. Want weet ik maar nooit wat die dingen uit gaan halen. Even kijken. Ik vind dat ze die animatie met het ronddraaigeneuzel weg moeten halen. Want het slaat helemaal nergens op. Zo, dat is weer een level up. Oh, kijk, nog een Magikarp. Ja, ik maar even dood. Huppakee. Oké, goed. Nou, is alles weer dood en uitgegroeid hier? Kennelijk nog niet. Oké, een Pidgey.
Ah, don't. Just don't. Ik kill jou met rage, omdat het kan. Zo, die gold dino ook nog maar bij. Zo, geef mij levels, bitches. Ik heb vis nodig. Nom 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 nom. Krokonaw vind ik echt een hele goede Pokémon. Ik weet niet wat het is. Maar ik kan ook niet wachten wanneer die in een Freligator gaat veranderen. Dat lijkt mij echt zo cool. Dat heb ik gewoon de ultieme Meukelsaurus. Hey, oké. Okay. Krijg ik nou gewoon XP van door Pokémon? Ik hoorde die jingle. Tingeliding. Heb ik maar zoveel seeds gekregen? Oh my god. Nou, dan moet ik maar gewoon nu even op weg gaan. Want anders dan wordt het niks meer vandaag. Even kijken. Mijn rantsoen dat wil nog wel. Het eigenlijk niet. Maar ja, ik heb geen tijd meer om te wachten. Hey, level 15 Aron. Hoe gaat het met u, meneer? Of mevrouw natuurlijk, kan allebei. Goed, Marowak. Zullen jullie net zien dat ik helemaal geen Marowak of Cubones of niks van dat alles gaat spawnen? Want het is namelijk altijd zo, ha. Huh? Kijken, oh, meneer de Nummel. Meneer de Nummel. Hey. Oké, goed. Oh, wat ik ben. Hup, one shot, one kill. Zullen we zien. Magmore. I can do this. Boom. Oh, dat was echt niet zoveel damage. Nee, 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 nee. Oh god, nee. Oh god, nee. Oké. Okay. What a gun. Oh, ik ben geconfused. Heel goed, Ronald. Heel goed. Ik zie ook zo 1, 2, 3 niet echt Cubones hier. Of Marowak of zo. Weet ik hoe je die dingen allemaal noemt. Dus dan zal ik, denk ik, maar gewoon het op de ouderwetse manier moeten doen. Door die cactussen door. Eerst maar eens even wat gaan helen. Even kijken, zo. Oké. Okay. Ik wil dit Pokémon set ook nog wel een keer helemaal opknappen, zodat ik die rare spawnmuk dan allemaal weghaal. Holy shit! Dat is een Raichu. Oké, okay, ik ga het niet hebben, dit is een beetje tijdverspilling. Zijn er alweer dingen gegroeid? Yes! Een gele. Zo. Eens even kijken. Nou, laat ik nog wat extra vis koken dan maar. Want we hebben verder toch niks te doen. Pokémon's even helen. Ik moet binnenkort ook maar weer eens wat cave systems in gaan, jongens. Want ik wil wat extra iron hebben en zo. Helemaal voor het Pokéball project hebben we meer iron nodig. Dus dat is sowieso een ding wat we even in gedachten moeten houden. Dus even kijken. Oh, Metapods in de bomen hier overal en ergens. Flavie's daar. Of Mareeps bedoel ik. Even kijken. Ik heb gewoon een Marowak nodig. Ik weet dat Marowaks en Cubones en desert spawnen. Dus dan moet het wel iets van een zand-Pokémon zijn, of niet soms? Tenminste, I think so. Dugtrio, jij hebt een mooie level opportunity. Watergun. Shit, gek. Ik doe damage. Oh, nom nom nom. Please val mij niet aan. Verdomme. Oké, okay, ik moet het niet meer gaan doen. Pop Cubones. Ik wil jou zo graag in mijn team, hè. Ongelooflijk, wat wil ik jou graag. Dan heb ik echt gewoon OP Pokémons. Eens even kijken. Oké, okay, nou. Wederom zijn we hier aangekomen. Ja, geef maar. Ik ga weer veilig opbergen voor later. Even kijken, wat extra vis, dat is nice. Dat daarin doen. Gat, nou, we zijn weer terug bij af. Ik zat nog gewoon een paar minuten in de game en ik heb nog geen reet uitgevoerd, zoals gewoonlijk, dus. Oké, okay, goed. Niks gegroeid. Nee, helaas pindakaas. Oké, okay, ik ga maar gewoon een beetje door het bos lopen en kijken of ik nog een apricornius kan vinden voor later. Wie deze kant op, ben ik er niet echt geweest. Misschien vind ik nog wel iets van een bos of zo. I don't know, serieus. Zou het zijn, als ik een bos tegenkom op deze route. Het zou cool zijn. Even kijken. Hey, oeh, ja. Ik wil eerst even dat pakken. Want die hebben wij nodig binnenkort, ja. Maar dit is echt nice. Iron hebben wij nodig, dus dat moeten we sowieso even pakken. Lijkt me logisch. Allee, hoepla. Kijk eens aan, een mooi trapje gemaakt. Goed zo, kijk eens aan wat een
Motherload van Iron hier wel niet eens, hè. Jezus, moet je kijken. Twee van die grote veins. Dit is echt nice. Nou zitten we echt gebakken met Iron voor Pokeballs. En ja, een paar komende afleveringen. Dit is nice. Een heel cave system hier. Dat is cool. Ik moet echt nog een keer iets van een mijn-expeditie gaan doen of zo. Want nou, ik wil wat fossils hebben en zo. En ik wil uiteindelijk mijn eigen healer hebben. Dus daarvoor zullen we naar mijn expeditie moeten gaan doen. Maar daar hebben we nou nog niet de resources. Voor moet ik ook eerst meer Pokémon's hebben. Sowieso een bliksem Pokémon om af te trekken. Met al die Zubats en Golbats die met mij willen vechten. Maar wat voor bliksem Pokémon zou ik eigenlijk willen hebben dan? Iets van een Raichu of iets van een Pikachu. Dat is allemaal hetzelfde natuurlijk, maar ik kan er ook voor kiezen natuurlijk om een Pikachu niet te laten evolueren. A la Ash, Ketchum, Meuk, maar nou ja. Of een Eevee, die kan laten evolueren in Jolteon. Ik neem nog even wat Kohorn mee, jongens, want oh, kijk, nog wat Iron. Ik ben nog geen, oh, dit is Bauxite. Ik wou net zeggen, ik heb nog geen Bauxite gevonden, alleen het staat hier recht voor mijn neus. Als je we zien zo. Oké, dan. Goed, we hebben wat extra kool. Het begint al goed hier. Even kijken hoe diep zitten we. Volgens mij veel te hoog, ja. Want op een gegeven moment kun je ook iets van fossils gaan vinden. En daarmee kun je wat oudheden. Wat oudheden tot leven brengen. Amnoriet en zo. Of Amnoriet, ik weet niet hoe je dat ding noemt. En Rectal kun je ook nog tot leven brengen. En ja, al die Pokémon. Kijk eens even naar de skills gewoon. Hé, hey, nog een apricorn plant. Wat voor apricorn ben jij? Oh, witte. Heb ik nog niet. Dat is nice. Geef maar. Ik zeg geef maar. Dank u wel. Oké. Zo, hele kudde met ratatas. Eens even kijken. Ja, oh, roze. Roze apricorn. Hebben we eigenlijk niet nodig, maar ach, ja. Eens even kijken. Een gele en een blauwe. Ja, dat hebben we wel nodig, hè. Even kijken, ja. En jij nog. Wat voor level ben jij, gast? Level 13. Ik ga met jou vechten. Ik ga met jou vechten. Trainer Battle. Oh, mijn key. Oh, dat doe ik gewoon even bite op. Nom nom nom. Nom 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 nom. And you do it. Oh, don't spoil me like that. Lol, ik heb hem one-shot. Ik zat zo te kijken, wat de fuck, waar is hij nog op leven dan? Die hebben we ook one-shot. Dan komt volgende Slowpoke, die is ook half psychic, dus die is ook dood. Even kijken, dan doen we even een... dan doen we even een watergun erop, zo. Ploesh, dood. Wat, waar is dat allemaal? Wauw, dat vergt wel heel erg veel skills. Hé, hey, kijk eens aan. We hebben nog zo'n ding gevonden hier. Wat, is hier nog een... Is dit mijn Pokémon Center of is dit er nog een? Oh, dit is mijn Pokémon Center natuurlijk. Ik heb wat apricorns, dat is wel nice. Ben jij nou dan? Je hebt een Growlithe. Oh, dan ga ik wel even killen met watergun. Wat extra XP erbij, altijd nice. Ja, ik ook al level 24. Hij kan veel. The fuck? Nee. Ik wil geen aanval die veel heet. Hoe sterk die ook zal zijn. Je gaat geen aanval aan je eigen Pokémon geven, genaamd veel. Dat doe je gewoon niet. Even kijken. Nou, hoe staat het met mijn apricornen? Even kijken. Helemaal niks. Oké, okay, geweldig. Wat hebben we hier nog in dan? Nou, ik heb deze meuk. Volgens mij hebben we nog één blauwe nodig. Voor Great Balls. Ik heb sowieso extra iron, dat is nice. Laten we dat even koken. Ik heb echt een bult met extra kool. Kakuna! Hey, Kakuna! Hey. Ja, te laat. Hup, die ga je dood. Ja, trusten. Geen Pokémon, Sion. Ben een god non dat je. Even kijken. Maar wat groeit? Nee, geen reet. Oké, okay, nou. Gunpowder, dat is nice. Wegwezen. Heb ik gezegd dat jullie hierop mochten dansen? Of mogen liggen? Nee. Dus opbokken. Oké, okay, extra vis. Dank u wel. Oké. Okay. Num, 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 num. Geef dat maar. Dank u wel. Oké. Okay. Eens even zien. Wat nu? Wat nu? Wat nu? Wat nu? Ik kan nog even een beetje in de desert gaan koekeloeren of er nu wel iets van een Marowak of een Cubone is gespawnd. Zou wel weer niet zo zijn natuurlijk. Maar ja, je weet me nooit. Even kijken. Wat is dit voor Pokémon? Croconaw of Krokorok. Ik dacht Croconaw. Dit is een Croconaw. Even kijken. Iron. Geef dat maar. Dat is altijd handig om te hebben. Want het is gewoon noodzakelijk voor Pokéballs maken. En dat wil ik hopelijk gaan doen in de volgende aflevering. Als ik tenminste wat Pokéballs kan maken straks. Kunnen we wat Pokémon gaan proberen te vangen? Misschien iets van een Aron of zo. I don't know.
Even kijken. Is er niet nog Pokémon's die ik kan killen of zo? Waar ik wat aan heb. Zoals een Marowak of zo. Waar ik wat aan heb. Blizz. Graveler. Dat is een level 34 Graveler. Laten we dat maar niet doen. Wel, ik one-shot in de Chew Root. Let's go, Ice Fang. Dat heeft echt gewoon helemaal gekut. Dan nog een keer Ice Fang erop. Dit ook geen kut, dit. Hup. Nom, nom, nom. Blijf gewoon mij niet aanvallen, oké? Dat vind ik helemaal prima. Nom, nom, nom. Even Watergun erop. Misschien doet dat meer damage. Dat doet gewoon absoluut helemaal niks. Je Pokémon gaat er zelfs dood aan. Oké, nou. Weer niks boeiends hier. Er is sowieso al niks boeiends gespawnd. Dus holy fuck. Dat is boeiend. Jongen, het is een Flygon. Die zijn echt epic. Fly. Oh, jij bent echt cool. Jou wil ik later. Jou wil ik later hebben. Alleen de trappetjes behoorlijk useless in het begin van de game. Dus ik wil eigenlijk wel een Pokémon waar ik aan heb. Zoals een Magikarp bijvoorbeeld. Heb je heel veel aan. Als die helemaal in Gyarados verandert. Maar hoef ik eigenlijk niet. Want ik heb een Meukosaurus. Dus ja. Ik heb geen Magikarps nodig. Of Gyaradosjes. Of wat voor meuk dat ook mag wezen. Ja, ik ga die Pokémon maar weer helen van mij. Want het ding is toch dood. Er stelt niks voor. Dus wat dat betreft. Waar ik gewoon op wacht. Is dat mijn apricornen gaan groeien. Of dat er wat super boeiends spawnt. Wat ik kan doden ofzo. Gewoon sowieso dat. Weet je wel. Nou, wat extra iron voor de cause. Even kijken. Nou, dan even wat eten dan maar. Hoe is het met de weed farm? Waarschijnlijk helemaal heel slecht. Zoals gewoonlijk. Ja, daar stel ik niks voor. Eens even kijken. Is er nog wat boeiends hier? Hallo. Met je carbs, you dudes. Oeh, een girafrek. Dat is een Pidgey. Dood erop. Je bent geen dingetje. Ja, girafrek, jij gaat dood. Ik weet dat je psychisch bent. Dus kun je niet tegen dark. Dus ik one-shot kill jou waarschijnlijk. Of niet natuurlijk. Ja, one-shot killt mij waarschijnlijk. Ja. Kun je geen aanval? My god, ik ben echt de slechtste trainer ever. What the fuck, de spot en ik het Kadabra hier. Donder op, ga weg met mijn farm. Huh. Wegwezen. Kijk hoe jullie hebben aangericht. Durven ze, met een bolle pokerhoofd. Jezus. Groei! My god. Ik doe gewoon niks boeiends op dit punt. Behalve Meukosaurus zitten levelen. Ik kan misschien wat woed gaan kappen voor een huis. Alleen ik heb niet echt een idee waar ik mijn huis wil hebben. Laat ik dat gewoon eens even gaan uitzoeken. Waar wil ik mijn huis? Kadabra, jij gaat dood. Want ik kan bite. En jij bent psychic. Dus ga dood. Jongen, gaat die mijn accuracy een beetje zitten te verneuken hier? Tot erop, man. Jezus. Tot erop. God, doe me een lol, Kadabra. Dat bedoel ik. Ja, dood, sterf. Jee, level 25, Meukosaurus, goed zo. Schreeuwen de kinderen buiten. Zoals gewoonlijk dus. Even kijken, ja, je bent een level op. Nee, ik doe het gewoon. Ice Fang. Je moet mij gewoon even niet aanvallen. Ofwel. Agressieve kut Pokémons. Helemaal niet goed van hier. Oké, nou, waar wil ik mijn huis? Oeh, leer. Dat is erg handig. Kan ik wat fancies meedoen in de volgende aflevering? Holy shit, dit is wel een mooie plek voor mijn huis. Hier zo, bij Pokémon Center daar. Rivier. Dit vind ik wel een hele mooie plek. Laten we het even clearen. Heb ik nog wat extra seeds voor de farm. Dit vind ik een hele mooie plek voor mijn huis. Ik zag nog ook wat cave systems als ik het goed heb. Maar ik wil in de volgende aflevering kijken of we genoeg meuk hebben voor Pokéballs. Want het lijkt me echt super cool om mijn allereerste Pokémon te gaan vangen in de volgende aflevering. En lukt het niet, dan gaan we bezig met het huis, denk ik. Dus ja. Gaan we wat goed kappen en zo. Dat soort meuk. Kletsen over dingen. Even kijken. Oké, cave system. Nice. Zo, kijk eens even aan. Is wel groot genoeg, denk ik. Dit er nog even bij. Kijk eens aan. We hebben nog wat extra seeds voor de farm. Dit ziet er wel heel christelijk uit. Dit is een prachtige plek voor mijn farm, namelijk. Dus voor mijn huis. Voor mijn farm hiermee, hoor. Kijk, wat god dan de Magikarps?
Jezus! Hey, en de pearls. What the fuck is dat voor vermengdheid hier? Is dit een nieuwe Psyduck? Holy shit, dit ding is wel cool. Alleen, ik heb niks aan de Psyduck, want dit ding is gewoon poep. Ik heb gezegd. Ja, mijn ding kan niet battelen. Poep! Als je even ziet, nou ja. Zo, ik plant dit maar. Zo, dan groeit dat in ieder geval. Kut met je crops, ga van mijn crops af. Voor nog een Primeape hier en een Voltorb. En we hebben een rode apricorn, dat is goed. Heel goed. Heel goed. Pidgeys! Jezus, de bestrijdingsdienst moet eens even in actie gaan komen hier, want dit keuren we niet goed. Dat even koken, alle kool is alweer op. Dubbel nog eens even wat kool en zo. Dat erin. Pokémon heel en al die Pokémon's gaan slachten. En dan eindigen we de aflevering. Maar mijn Mulkosaurus is echt lekker geleveld. Level 25 alweer. Dus even zien. Waar zijn ze? Where are they? Hey, blauw. Where are they? Godver... Jij kut Pokémon. Ik ben helemaal klaar met jou. Ga van mijn farm af. Draf. Bite. Ik weet niet of er veel damage doet op dat ding. Dat doet wel redelijk wat. Hup. Dood. Ik keur het niet goed dat jij op mijn farm zit te humpen. What the fuck, die mensen komen doen de fucking moonwalk. Holy shit, dat gaat helemaal rampant. Holy hell. Ik wil jou verslaan. I need to do this. I need this in my life. I need it in my life. Of niet? Geweldig. Jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga het hier bedaten voor vandaag. Die kutpo... Godverdomme, Dr. Trio. Ik gooi lava op je als ik dat had. Jezus. Maar goed jongens, in de volgende aflevering gaan we denk ik iets met Pokéballs doen. En hopelijk kunnen we ook nog wat boeiends doen met ons huis. Want ik ben eigenlijk wel bezig met een huis. Ik baal zo van dat ik geen genoeg merk heb voor Ultra Balls. Dat haat ik echt. Maar goed, bedankt voor het kijken jongens. Tot de volgende keer. Vergeet niet om een like achter te laten als je deze aflevering leuk vond. Abonneer even voor meer Minecraft Pixelmon. En je kunt me natuurlijk even volgen op Twitter. Want daar zien jullie alle updates over deze serie. Wanneer ze worden geüpload. Of wat er aan de hand is met deze serie. Je vindt het daar. @ShadowGames23 op Z-Twitters. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja. Later mensen.